En de start is gevallen, paarden onderweg, mooie strijd om de leiding, waarbij aan het midden van de baan paard nummer 4, Hadia Cunera, naar voren komt, alle paarden goed weg. Maar aan de binnenzijde heeft I Gloss de beste start gehad en op de tweede plaats nu de galoppade voor Hadia Cunera. Daardoor kan inparkeren Govi Greenwood, of Guvo Greenwood moeten we zeggen. En die gaat denk ik gelijk naar het tweede spoor, want Kees Sijp aan de reling, daar zit hij niet graag. En bovendien komt hij aan de buitenzijde nu de leiding misschien wel overnemen van I Gloss met Sean Dekker. Dat gaat geschieden. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde Lano EV. En achter Lano EV is het eerste paard aan de buitenkant, opkomende Gabor Reis. Achter Gabor Reis ligt de favoriet er mooi in, dat is French Kiss. En de laatste twee die kunnen we dan vanaf de relingszijde bekijken. Dat zijn Hadia Cunera. En Hadia Cunera wordt geflankeerd door Cover Girl. Paarden komen 2-2 op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Dan bij het passeren van de Alkmaar Z-Turf Arena. Finishbord 2 volledige rondes te gaan. Komt de Green Art Production bocht in beeld en is dan kop van het veld Guvo Greenwood. Guvo Greenwood, lengte. Tweede plaats daarachter dan I Gloss en aan de buitenzijde Gabor Reis. Achter deze paarden hebben we dan Lano EV. Koers op maat voor French Kiss. En achter French Kiss zien we dan aan de binnenzijde Hadia Cunera. En in het tweede spoor daarnaast opkomende Cover Girl. En vlak ook die nog niet uit. Ook dat is een paard dat in zo'n laatste ronde enorm veel kan doen. En misschien dat Ruud Pols hem vandaag in de juiste stelling heeft gebracht. Paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht. Tempo lijkt niet al te hoog. Het veld schuift helemaal in elkaar. En staat nog altijd onder aanvoering van Guvo Greenwood. Die leidt ze de Boko-bocht weer uit. Aan de buitenzijde Gabor Reis. Die krijgt op die manier geen makkelijke koers. Daarachter geen meter te veel voor I Gloss. En achter I Gloss hebben we dan in het tweede spoor French Kiss. Dat is het leidend kwartet met nog één ronde te gaan. En het is daar dat aan de buitenzijde Gabor Reis serieus de aanval inzet op Guvo Greenwood. Guvo Greenwood die heeft wat moeite om die aanval te pareren, maar heeft nog altijd wel de voorbenen ertussen. En dus wordt nog altijd uit de wind gehouden, klaar om toe te slaan. French Kiss in de tweede spoor en daarachter misschien ook wel meekomend Cover Girl. We gaan eens kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. We gaan op weg naar de laatste bocht en dan wordt hij afgeschoten aan de buitenzijde. French Kiss die neemt hier de leiding over en die gaat gelijk als een paar lengte weglopen van het veld. Gabor Reis loopt geweldige koers en ligt op de tweede plaats. Daarachter probeert Guvo Greenwood terug te vechten. Doet dat nu ook, maar had even moeite met die tempoversnelling. En we komen op weg naar de laatste bocht en de verschillen onderling zijn duidelijk. Waarbij aan de binnenzijde French Kiss hier een maatje te groot is voor de concurrentie. Jaap van Rijn, perfecte koers gelopen. En daarachter petje af hoor voor Gabor Reis. Die wordt hele knappe tweede. En het derde geldt verdienstelijk voor Guvo Greenwood. De 8 wint voor de 5, dan de 2. En voor de kwartetspelers vierde de 3. We worden uiteraard gecontroleerd, dames en heren, op ons gedrag hier tijdens deze selectieproef op de drafbaan in Alkmaar, de Alkmaar Z-Turf Arena. Houdt u daar dus even rekening mee. Ik vraag.